Ja, Filip, ik ben blij dat ik hier met u zit. Want we hebben beslist om samen met de Rudy op zijn initiatief iets te doen. 31 augustus. En ik ben vooral blij dat ik hier met u zit, omdat ik u zo in de markt heel intens zie bewegen. En dat jij een stuk inspirator bent voor veel mensen. Als ik aan u denk, zie ik altijd zo de man die de vele verhalen, vele ervaringen, die dat op een manier brengt dat het publiek zegt, wauw, wij willen daar iets mee doen. Maar niet alleen, het is voor mij niet, het gaat niet om het showgehalte, het gaat om de intensiteit en de authenticiteit waarmee dat je dat kunt brengen. De doorleeftijd, dat vind ik ook heel krachtig bij jou. En dan toch altijd vanuit dat systemisch perspectief, dat je zowel kunt kijken naar dat individuele en persoonlijk proces en dat je dat in relatie kunt brengen met dan die groep of dat systeem op dat moment heel erg vanuit het hier en nu. Dat is eigenlijk wat ik bij jou zo fijn vind, elke keer als ik jou bezig zie, die Filip, daar wil ik eens iets mee doen. En dankzij Rudy is dat moment dus... Kan Filip dat beamen? Ja? Ja. Ik merk zelf dat... Het feit dat je dat systemische eruit haalt, dat maakt me wel blij, omdat ik iedere keer opnieuw, en dat heb ik al van kleins af aan, verbindingen zie. Ja, en als die verbindingen weggeknipt worden, dan maakt je het eenvoudiger dan dat is. Dus ja. ik hou van dat samenspel van al die verschillende factoren. Ja. Ja. En is jouw streven ook, ik heb dat een stukje van als je de complexiteit begint te zien, om dat dan terug te herleiden naar zijn eenvoud? Ja. Daarin zijn voor mij patronen belangrijk. Ja. Op het moment dat je het geheel kunt overzien zonder het te willen simpeler maken, dan begin je patronen te zien. En op het moment dat je patronen ziet, kun je ermee aan de slag. Ja. Dus patronen zijn daarin heel belangrijk voor mij. En dat verbindt ons ook weer met Rudy. Ja. Ik pak altijd opdrachten van mijn opdrachtgevers en ik ga ermee aan de slag. Hè. Maar jij neemt een andere insteek. Jij kunt een contract aangaan. Je blijft soms een jaar, soms 2 jaar. Bij dezelfde organisatie werken, hè? Voor 50% of zo. Maar wat is dan uw grootste bijdrage? Wat is uw punt om dat precies te doen? Om intern te gaan werken. Ja, dat engagement om dat traject helemaal te pakken. Soms is dat gewoon basiskwestie van budget. Dat er geen budget meer is extern en dan ga je intern. Ja. Maar het is toch een heel andere plek. Ik heb dat als zeer positief ervaren. Ja. Om een stuk op die grensrol te zitten als deel van de collega's, maar toch ook net niet. Ik denk voor transitie dat het cruciaal is dat je op die grensrol blijft. Als ik verzwolgen word onder de collega's, kan ik mijn job niet goed doen. Als ik op de rand zit, dan Dat gaat over positioneren. Gaat over positioneren. En als je dan daar goed staat, je kunt dat managen. Ja. Wat is dan eigenlijk uw insteek om met die change te werken? Ja. Een insteek is altijd in samenwerking en co-creatie met de directe omgeving. Bij voorkeur heb ik een soort interne organisatieadviseur en liefst ook je eindbeslisser. En als je dan een trio kan vormen, dan kun je echt poweren, dan kun je echt op alle vlakken interventies. Maar creëert een totaalplan, een totale strategie? Nee, eigenlijk is de... Ik probeer daaruit te blijven om een soort groot plan te maken. Ik geloof niet meer in plannen. Het is stap voor stap, het is creëren, het is ontstaan, het is puur aanvoelen van wat is er nodig op dat moment, maar met de juiste mensen aan tafel. Ja, ja. En dan met een aantal methodieken om dat te laten emergen, te laten ontstaan. Oké. Dank je. Bedankt, Pascal. Als ik jou vergelijk met... mijn muziekgroep, dan denk ik aan Radiohead. Radiohead is een groep die iedere keer opnieuw op zoek gaat naar what's next en die blijft hangen in altijd hetzelfde. Die blijven zichzelf innoveren. En als ik dan kijk naar alles wat je tot nu toe doet, dan voelt dat er nieuwe dingen nodig zijn. Voelt daarin en dan komen er handvaten, modellen, pijltjes, waardoor dat mensen ook op de onbekend terrein kunnen gaan volgen. Ja. Ik ben eigenlijk enorm voorstander voor het samen creëren van handvatten. Ja. Want een handvat, een methodiek, een principe maakt dat weer mogelijk om dat verder te verspreiden intern. En mensen, managers of changemakers, die hebben eigenlijk schrik van fluffy, wazige veranderingsprocessen. Maar als je samen een soort inzicht krijgt en een methodiek hebt, hè, bijvoorbeeld hoe je met teams gaat omgaan, dan is dat zo leuk te doen. Ja, maar dan is wat je zegt, is handvaten om te gaan in een terrein die initieel fluffy voelde, maar daardoor pakbaar wordt.